Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond komen wij tot jullie met het woord van leven. En gisteren spraken wij over de woorden, de adviezen van Agur, toen hij aan God, tot God bad en hij vroeg aan God om twee dingen. Dat God hem beschermde tegen leugentaal, tegen bedrog. Maar ook dat God hem nog armoede, nog rijkdom geeft. Omdat hij, dat God hem nog armoede, nog rijkdom gaf. Omdat hij dacht, als ik te veel heb, dan kan ik God vergeten. Als ik te weinig heb, dan zal ik misschien een manier verzinnen om geld te verdienen, zelfs door te stelen of zoiets. En dat wilde hij niet. Hij wilde God behagen. En vandaag willen wij nog een beetje praten over het onderwerp, maar in de woorden van de Heer Jezus. U leest in Matthäus 6, 33 het volgende. Jezus zei: maar zoekt eerst zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Het volgende vers zegt zo: maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij weten dat veel mensen denken: ik moet veel hebben. Ik moet geld verdienen. Ik moet rijk worden. Ik moet veel bereiken. Met het volgende idee, met de volgende visie. Als ik veel heb, dan garandeer ik mijn toekomst, mijn succes. Omdat als ik veel heb, zal ik morgen geen gebrek lijden. Ik zal genoeg hebben voor vandaag en voor morgen. U kent dat verhaal, die gelijkenis van de dwaze rijke man, toch? Hij dacht: laat mij de schuren afbreken en nieuwe schuren laten bouwen om alle dingen te verzamelen. De oogsten die ik heb geoogst dit jaar, omdat het te veel was. Dus hij had rijkdom. Dat jaar was een succesvol jaar. Dus hij oogste meer dan wat hij verwachtte. En nu was het probleem dat hij geen plaats had om dat te kunnen bewaren. En God keek hem aan en zei tegen hem: gij dwaas, vandaag sterf je en wat je hebt bewaard, voor wie zal het zijn? Omdat de man zei: nu heb ik genoeg, ik kan tegen mijn ziel zeggen: geniet ervan, rust, eet, drink. Toch? Dus hij dacht dat zijn rijkdom de garantie was van een gelukkige toekomst. En veel mensen hebben zo gedacht. Jezus liet ons weten dat het niet intelligent is, maar dat het wel intelligent is om het volgende te doen. Zoek eerst zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Met andere woorden, in plaats van zich te focussen om rijkdom te verzamelen en bezorgd zijn met de toekomst, denk aan mijn koninkrijk, het koninkrijk
van God te zoeken. Boven alles. En de andere dingen zullen aan jullie gegeven worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus zei niet dat wij niet hoeven te werken. Of dat wij niet moeten hoeven na te denken. Oké, ik ga mij niet voorbereiden op wat morgen komt. Nee, wij moeten voorzichtig zijn. Plannen hebben. Intelligent handelen. Maar niet met bezorgdheid. Niet bezorgd zijn met iets. Niet zich geen zorgen maken om alles en nog wat. En wat als dit gebeurt en wat als dat gebeurt. Kijk, zich zorgen maken lost niets op. Zelfs omdat wij niet kunnen weten wat er morgen gaat gebeuren. Hoeveel mensen zijn er die zoveel geld hadden, maar met de pandemie gingen ze failliet. In de wereld. Ik praat niet over iemand specifiek. Hetzelfde plaatsvond ongeveer 15 jaar geleden toen de crisis, de wereldse economische crisis, plaatsvond, weet u nog? Die in Amerika is begonnen en daarna heeft het de hele wereld geraakt. Mensen die rijk waren, hebben alles verloren. En er zijn mensen die zelfmoord pleegden omdat ze op een dag rijk waren, de volgende dag waren ze failliet. En de persoon kon niet meer leven in die situatie, dat soort leven kon de persoon niet aan. Nou, hoeveel mensen zijn er die door de pandemie veel hebben verloren of alles hebben verloren? Hoeveel mensen zijn er die helaas wegens de oorlog alles verloren? Zelfs daar in Oekraïne, helaas, zijn er mensen die van alles hadden. En wij zijn mensen tegengekomen die zelfs naar Nederland zijn gekomen, die daar een stabiel leven hadden, een gelukkig leven, maar de oorlog is begonnen en ze lieten alles achter. Helaas. Maar waar is de veiligheid? Wij wonen vandaag in een huis, in een appartement, een veilige plek. En op een gegeven moment komt er een ziekte, komt er een oorlog, komt er een ramp, komt er een crisis en wij kunnen alles verliezen. Er is geen garantie, beste vriend, beste vriendin. Dus zich zorgen maken om de toekomst in plaats van zich te focussen op het belangrijkste, de behoudenis van onze ziel, is niet verstandig. Maar het is wel intelligent wanneer wij denken aan de eeuwigheid. En God zal voor de andere dingen zorgen. Problemen zijn tijdelijk en overwinningen ook. Dus focus u zich op God behagen. Op hem dienen. En hij zal voor u zorgen. En hij zal u zeker zegenen. Dat weet ik zeker. Maar u dient hem met eerlijkheid en geloof te zoeken. Op die manier wordt u zeker gezegend. God is Vader. Ditzelfde hoofdstuk van de Bijbel, Matthäus 6, bevat het gebed dat Jezus aan de discipelen leerde doen. Het Onze Vader, toch? Gebed. En in het Onze Vader gebed, dus bij vers 11, Matthäus 6, 11, zegt Jezus, hij leerde ons zo bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dus wat wij vandaag nodig hebben. Wij hoeven niet te vragen aan God, Heer, geef mij het brood voor het hele jaar. Elke dag zegent God ons. Wij werken elke dag zegent God ons. Zoals het manna dat God gaf
aan het volk van Israël in de woestijn. Weet u het nog? Het verhaal. Zo ontvingen het manna elke dag en ze moesten het elke dag gaan pakken en voorbereiden en eten. En als iemand dacht, ik ga het nemen en het bewaren, zodat ik het morgen niet hoef te gaan pakken, dan was het niet meer goed de volgende dag. En ze moesten het weggooien. Dus God zegent ons elke dag. Als wij hem elke dag zoeken en elke dag eren en elke dag behagen. Deze zondag gaan wij God zoeken op de eerste plaats. Zijn koninkrijk. En wij gaan de moeders zegenen. Het is moederdag. Wij gaan bidden voor alle moeders deze zondag. En wij gaan de geestelijke moeder ook eren, de kerk. Onze moeder, fysiek gesproken, heeft voor ons gezorgd. En onze geestelijke moeder, de kerk, heeft, geestelijk gesproken, heeft voor ons ook gezorgd. Dus wij gaan bidden voor de moeders, fysiek en de geestelijke moeder ook. En zelfs als u een persoon bent die helaas geen goed voorbeeld ontving van uw moeder, sowieso leert u wat u dient te doen. Het beste doe dat voor uw kinderen en God zal u zeker zegenen. En sowieso eer uw vader en uw moeder, omdat het een gebod is, het eerste gebod dat samen met een belofte, komt. Dat hebben wij deze week ook gezegd. Maar vergeet niet, zoek eerst het koninkrijk van God. De andere dingen zullen aan u gegeven worden. En zelfs de dingen van het verleden die niet goed gingen, kunnen veranderd worden. Wij komen zo terug met het gebed. De proef wie u echt dient, vertrouwt en doet wat u zegt. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van uw dienaar. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven. Maak het onderscheid, Heer. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van uw dienaar. Maak het onderscheid,
mijn Heer. Tussen wie u dient en degene die niet, maak het onderscheid, mijn Vader. Voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven, maak het onderscheid, Heer. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven, maak het onderscheid. Onze God en onze Vader, wij allen hebben behoeftes, wij allen hebben problemen, wij allen hebben doelen. En ik vraag u om een ieder te zegenen volgens zijn behoeftes, haar behoeftes en het geloof ook van een ieder. En ik vraag u om hetgeen te geven aan elke persoon wat zij nodig hebben. Genees de zieken. Red de families. De huwelijken. Zegenen ieder die zich tot u keren en die uw hulp zoeken. Wij bidden samen met elke persoon die naar dit programma luistert. En mijn God, ik ken de strijden niet van deze persoon. Maar een ieder die gelooft, praat met u met zijn eigen woorden en vraagt u om hulp. Dus kom, strek uw handen uit richting hun en beantwoord hun gebeden. Omdat wij op u vertrouwen. Er bestaat geen andere garantie. Geen mens. Geen fysieke verovering. Niemand die zal kunnen garanderen dat het goed zal komen, dat de toekomst gelukkig en gezegend zal worden. U bent de enige die ons kan zegenen. En wij leggen onze behoeftes, onze problemen, onze strijden, alles in uw handen. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En wie gelooft, zegt amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. We zijn er zeker van dat ons gebed tot God komt en dat God het beantwoordt. Op maandag komen wij terug om 10:00 s'avonds met nog een woord van leven op Radio Positief. En deze zondag in de ochtend zullen wij God komen zoeken, zijn koninkrijk op de eerste plaats. En ons leven en toekomst, onze bezorgdheden in de handen van God leggen. En wij gaan ook bidden om alle moeders
te zegenen. Dat God u zegenen. Een fijne avond verder en tot zondag in de uw carrière of tot maandagavond op Radio Positief.